Ik ben Dennis, ik ben coach voor de Autobus in Nederland en je kan mij kennen van Billy Kane, waar ik gitarist was. Ik ben Louis en ik heb heel lang in een band gezeten die relax heeft. En tegenwoordig ben ik aan het produceren en liedjes schrijven voor alle verschillende mensen. Ik ben Bastiaan Bosma en de meeste mensen kennen me van de band Out House, waar ik ongeveer 10 jaar in heb gezeten of daarmee heb gewerkt. Mijn plan van aanpak in de Grote Prijs van Nederland is super klantgericht. De band wil iets en ik kan iets vertellen over meerdere dingen. En er zijn ook bands waarvan ik de muziek misschien zelf niet eens zou luisteren. Of, maar het is heel leuk om wel na te denken over hoe je het kan neerzetten. En mensen zijn altijd wel benieuwd hoe je dat zelf dan hebt gedaan, wat je ervaringen zijn. Dan kan je het delen met mensen. Vanuit mijn hart vind ik iets en dat zeg ik dan. En daar kan je mee doen wat je wil. Waarom is iemand ingeschreven voor de Grote Prijs? Ik kan zelf zeggen, ik heb het zelf ook gedaan. En met mij een heleboel anderen die toevallig ook nu coaches en juryleden zijn, zoals Opgezwollen, Aquasi. Nou, ik raad alle bands en of acts aan om zich aan te melden voor de Grote Prijs van Nederland. Want het is sowieso een super goed podium om te spelen. De finale is in Paradiso. Dan kun je die gelijk van je bucketlist afstrepen als je dat haalt. Ja, ik heb er zelf nooit echt aan meegedaan aan prijzen, dingen of aan bandwedstrijden of zo. Niet omdat ik er zo'n hekel aan had, maar gewoon dat het nooit echt op het pad is gekomen. Maar ik merk nu, zeg maar, nu ik een beetje hierbij betrokken ben, dat het wel heel leuk is om gewoon te praten over muziek en een soort van ideeën uit te wisselen. Je krijgt zoveel informatie die je kan vragen en die je krijgt, weet je wel. Van boekingskantoren tot waar studio's zijn of hoe je liedjes schrijft. Het is gewoon echt gewoon een brok informatie waar je iets mee kan, weet je wel. Dat is gewoon ook tof. En natuurlijk die fantastische coaching tijdens dit is ongeëvenaard.